Als het niet goed schikt, dan doen we het wel kwaad, Giks. Hoppakee. Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Game Channel. Vandaag heb ik een vrije dag en ik vind het leuk om voor jou video's te maken. Dus vandaag gaan wij een nieuw spel doen en dat is Construction Simulator. Nou, om een beetje in een free play te doen, moet je toch eerst je scenario's een beetje gaan doen. Volgens mij, als ik het goed heb. Ik heb er een aantal gedaan, maar de moeilijkste heb ik expres overgelaten om, om die met jou te doen. Het is de bedoeling dat wij hier een wagen hebben. Die gaan wij nu nog niet pakken. Wij gaan namelijk eerst de andere opdracht doen. En dat is de... even kijken hoor. Zo. Dat is namelijk deze dingen. Jij al. Die moeten hierin. En ik heb hiervoor ook een opname gedaan. Het ging heel moeilijk met die graafmachine doen. Maar kijk. Hoppakee. Dat gaat een stuk handiger al, zeg ik het zelf. En waarom ik dit als eerst doe, dus zometeen kan ik dan gewoon rustig met mijn wagen hier doorheen rijden. En dan heb ik de $4500 binnen. Ik ben super benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het ook dus gerust weten. En ik zou zeggen 25 duimpjes omhoog en ik ga er een vervolg op maken. Dus dan kan jij gelijk laten weten hoe leuk je het vindt. Ja, jongens, ik ga dat ook niet tegen schoppen. Ga ik je nou tegen schoppen? Is dit nou normaal? Ga ik je tegen schoppen? Hoppakee, weg ermee. We gaan deze wel pakken. Even kijken. Zo. Ja, en ik weet niet wat het is, maar ik krijg deze dingen gewoon niet opgetild. En hier kan ik gewoon echt zo verschrikkelijk woest van worden. Jongens, weg ermee. Hoppakee. Zo, nou dan doen we het wel. Als het niet goed schikt, dan doen we het wel kwaad, Giks. Hoppakee. Oké. En wat nou wel heel mooi zou zijn, is als ik hem er zo gewoon in zou krijgen. Oké. En dan gaan we 3, 2... Ik denk niet dat het gaat lukken. Heb ik hem erin? Of heb ik hem ergens... Ik heb hem gewoon ergens... Oh, nee. Hij is hier. Oké, hier gaan we. En ik krijg gewoon die laatste dingen krijg ik er gewoon echt niet in, jongens. Dat is toch bizar? Te bizar voor woorden, eigenlijk. Oké, ik ga deze dingen... Ga ik even met de hand naartoe doen. En dan zal je zo meteen zien dat het dan wel lukt. Wat ik heel raar vind, is dat je normaal zoiets op zou pakken, zou je toch zeggen. Maar dat gaat dus nu niet het geval. Dus ik ga er gewoon deze er even naartoe slaan. Zo. Oké, en dat is de volgende. Ik hoop dat deze manier echt gaat lukken, want ik kan op een of andere rare manier die dingen niet meer oppakken. Maar ik heb geen zin om weer te gaan kijken wat die besturingsdingen ervan zijn. Dus ik zoek naar nog wat tonnetjes. Laten we eerst gewoon even die wagen pakken en even alles hier gaan pletten. Want en ik wil nou proberen om deze dingen er toch zo in te krijgen. Omdat met de hand net niet helemaal lukte. Ik ben, voor de duidelijkheid, ik speel het altijd wel voordat er... Oh. Voordat er reacties komen van... je bent niet voorbereid op het spel. Jazeker, dat ben ik wel. Maar ik vind een beetje nieuwigheid, dat moet kunnen, lijkt mij. En helemaal als je ook nog eens in oplossingen komt. Waarom gaat dat... Ja, oké. En dan vervolgens doen wij even zo. Even kijken. Hoppakee. Zo, en dat zijn er alweer twee bij. Nou, dan gaan wij eerst even al die dingen hier pletten. Te pletten rijden als het ware. En ik zeg... Hoppakee. Dit is toch lekker, jongens. Dit is lekker. Gewoon even alles slopen. Kon dat altijd maar zo makkelijk. Eigenlijk best een leuke beroep. Sloper zijn. Nou, en je ziet rechtsboven hoeveel wij moeten slopen, mocht je het niet weten. En dat is nogal wat. 420 blokken of zo, denk ik. Hiervoor heb ik ook een opname gedaan en toen was dit scenario echt helemaal mislukt. Dus ik hoop dat ik hem dit keer wel haal. En toen had ik een kapotte band. Ja. En toen, ik weet ook echt niet hoe ik het moest verwisselen. Dus laten we zorgen dat... Dat het nu in godsnaam goed gaat. En je ziet namelijk ook alweer dat onze banden weer aardig aan slijtage toe zijn. Dus
Dus misschien dat we die zo meteen gelijk wel even kunnen maken. En we moeten ook zo meteen weer gaan tanken. Want dat is ook wat realistisch in dit spel. Tanken, jawel. De brandstofprijzen die zijn trouwens aardig laag. Mocht je ook een auto hebben. 1,41. Heb ik voor getankt vandaag. Valt mee. Ik denk dat ze inmiddels wel weer wat hoger zijn, maar... Heerlijk. Ik ga eventjes tanken in ieder geval. Oh, en dat is dus F. Dan zit ik waarschijnlijk met die dingen net ook mis. Nou, oké. Ik hoop dat onze bandjes het nog heel even volhouden. Want dan kan ik waarschijnlijk die andere dingen toch nog met de hand doen. Maar geef toe, de manier hoe we het net deden was toch wel leuker. Nou, ik ga natuurlijk ervoor dat... Ze zullen het scenario wel zo gemaakt hebben dat je toch een band moet wisselen. Ja. Oké, top. Nog 20 blokken of zo, denk ik. Oké. Nice. Dan moeten wij onze wagen terug gaan zetten op de plek. En wij hebben nog niet onze bandjes hoeven wisselen waar ik net mee misging. Hahaha, dat hebben we even mooi gedaan, jongens. Scheelt weer een setje banden. Zo, we gaan hier de wagen zetten, wat aangegeven staat. En dan, top. Gaan wij hem hier neerzetten en dan doen wij nog eventjes een aantal van die... Leuke dingetjes met F oppakken, dezelfde toets als waar je mee instapt. En dan hebben wij dit scenario volbracht. Zie je wel, het is letter F. Ik ga dat straks echt kijken of ik dat kan veranderen, want ik vind het zo raar. Want net stond hij op G hoor, ik weet het echt 100% zeker. En nu opeens is dat veranderd naar F. Ja, en ik laat het nog aan mijn handen vallen ook. En weet je wat nou het mooie is? Je kan ook met die bussen kan je ook nog werpen. Dus kijk, we gaan die laatste proberen even te werpen. Dan zeggen we 3, 2, 1. Hoppakee. Dank u, dank u, dank u, dank u. En een bonus erbij. Nou, hartstikke mooi. Beter kunnen we het niet hebben, al zeg ik het zelf. Ja, nou ja, ik moet zeggen, we hebben nogal aardig wat opdrachten staan. Maar dan zie ik ook dat wij een voertuig kunnen kopen. Dat wil ik alleen voor de volgende keer overlaten. Ja, 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 we moeten het een beetje spannend houden. Wil jij nou langere afleveringen zien en meer van Construction Simulator? Zodat ik het misschien ook nog beter ga leren kennen. Ik vond het in ieder geval superleuk. Vond je het ook leuk? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Ik zou zeggen 25 duimpjes omhoog. En dan gaan wij nog zo'n aflevering doen. Gewoon als tussendoortje, omdat het kan. Ik ben heel erg benieuwd en graag zien we de volgende keer weer op Game Channel. Ik zeg doei!